Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Wij zijn vandaag in de stad. En ik heb even een cadeautje gekocht voor mijn oma. En er is hier nu kermis, dus als jullie dat horen, dat is de kermis. Ja, we filmen toch. Kermis. Het is een beetje skere kermis, maar oké. De paaskermis. Ja, de paaskermis. From the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us. Oké, dus we lopen nu even naar de Action toe. Ja, maar die is echt dan helemaal de andere kant. Ja, daar gaan we gewoon even naartoe lopen. Gaan we lopen? Nee, ik heb geen zin om de hele tijd de fiets te pakken. Is er vandaag markt? Nee. Oh, jammer. Anders had ik een stroopwafel gekocht. Stroopwafel-aholic. Ja, we hebben echt leuke dingen hier, man. Maar ja, we lopen dus nu even naar de Action. Oké, we zijn nu in de Action en we gaan nu gewoon een beetje naar dingen kijken en kijken of we iets leuks zien. Dus ja, let's go. Oké, we gaan even kijken of er lijm is voor slijm. Want... Oh, en trouwens, we moeten naar de Libra voor de ice cubes. Want we gaan ice cube slijm maken. Tenminste, ik. Oh, kijk, je moet even deze filmen, meid. Mag ik dat doen? Het eten filmen. Kijk, dit is gewoon het coole eetschap. Kapot. En kijk, hier zijn die coole kindjes. Nou, wat ben je aan het doen? Ik wou lijm zoeken, maar het is een... Ze hebben alleen deze. Ja, daar kan je hier ook wel ook lijm van die dikke oranje dingen. Hallo, kom even. Nou, dit is mijn pyjama. En ik had echt niet toegegeven, man. Oké, kom. Wat doe ik een barbecue hier dan? Staat maar. Oh, ik heb last van mijn leven. Oké, hier is de coole dingen. Ding. Oh my god, deze kleurtjes zijn zo leuk. Deze kleurtjes zijn zo leuk. Zo leuk? Zo leuk? Deze? Moet jullie kopen, want deze rook echt lekker. Mag ik ruiken? Ja, voor jou! Ik denk jullie ook maar zo. Kijk, weet je wat ik dus echt onzin vind? Zo'n bullet journal voor 15 euro. Terwijl je ook gewoon een schrift kan kopen en zo. Ik snap het nut van een bullet journal echt gewoon vet niet. Leuk. Nee. Is vet leuk. Nee. Is het niet? Waar zie jij een bullet journal? Nee, nergens. Maar ik vind bullet journals gewoon kut. En waarom? Dit vond ik op een bullet journal. Je kan net zo goed een schrift kopen en er zelfs stipjes in tekenen. Wat doe je? Ja, maar gewoon het idee van het bullet journal zelf. Ja, maar 15 euro. Ja, maar dan koop je toch gewoon een lijntjeschrift. Dan kan je het ook een bullet journal noemen. Ja, maar dat snap... Een bullet journal. Ja, ik snap een bullet journal wel. Maar ik snap zeg maar niet het nut dat je dan zo'n 15 euro stipjeschrift gaat kopen. Ik heb het ook niet. Andere kleurtjes. Hier. Paars, roze, groen. Wat ga je daarin doen? Oh my god, wat deed ik in de Lidl? Waarom ga je even slapen? 5, 4, 3, 2, 1. Doei. Eén in groep 8 en één in groep 6. Wat hè? Respect is her back. Oké, nooit. Doei. Eeuw. Dat is dat ene, weet je nog? JD, weet je nog? Kijk. Oh, lekker, lekker. Hoe heet dat? Van juf Jannie. Oh ja. Oké, kijk. Die man niet meer. Die beats. Ja, klopt. Kijk hè. Ik ga dus dit kopen. Cool, hè? En even één ding. Neem deze vlog niet te serieus. En hij kan een beetje kort zijn. Maar oh shit. Doei. Godver. Eeuw. Uit een appel. Getver. Nee, is niet gezond. Is niet gezond. Rap dit aan. Ik heb een nieuwe challenge bedacht. Kom, kijk. Jimmy. Deze is zo lekker, voel even. Eeuw, nee, die is niet lekker. Die is vet goor. Is er wel niet, kijk. Nee, zie je? Het geeft helemaal af. Het lijkt op jou. Nou, dan zeg je allemaal, dan ga je in een winkel. En dan zeg je, be comfy. Dat schreeuw je dan heel hard. En dan moet iedereen op de vloer gaan zitten. En dan denken alle medewerkers denken zo van,
Oh my god, ik en Eloïse kwamen er net achter dat we bijna... Dat we een soort van te laat zijn voor theater. Maar dat maakt niks uit, dus ja. Oké, om te filmen. Het regent nu ook nog. En dat vind ik niet zo fijn. En dan gaan we nu zo naar theater, ja. En ja. Dan ga ik naar huis. Dan ga jij naar huis. En ik en Eloïse naar het theater. Maar als het goed is, vindt ze het niet erg dat we te laat zijn. Dus nee, ja. Ze doei. Niet erg. Ze vindt alleen fijn dat je er bent. Hallo allemaal. Hebben jullie nog ideeën voor video's die wij kunnen maken? Laat het maar weten hieronder in de reacties. Nou, we fietsen nu naar het theater, meid. Yep. Oké, we zijn er bijna. En straks. JD is al weg. Waar wil je wat van onder? Dan krijg je dikke onderkin. Je hebt hem niet op de kop gefilmd. Dan krijg je dat. Dan kan ik hem toch draaien. Waar moeten we heen? Maar in ieder geval, straks is het ook een beetje donker als we terug zijn. En dan filmen we ook nog even een stukje voor jullie als we weer naar huis gaan. Yo, guys.